Pascal Zandman, eigenaar van de Zandman Modegroep. Jullie hadden Percy Irusquin onder contract. Een jonge, succesvolle ontwerper die in 2008 overleed. Hoe staat zijn label Collection PRC er drie jaar later voor? Nou, ik moet zeggen, het is, het is, het is nog steeds levend. Eh, we zijn nog steeds actief met het label. Eh, dat zullen we ook nog door blijven zetten. Eh, weliswaar is de collectie wel wat aangepast. We doen geen couture meer. We doen alleen nog maar pret à poté eh, Dat wil zeggen dat er een wat commerciëlere lijnen van gemaakt is. Wel vanuit een stuk DNA waar hij altijd voor stond. Maar eh, we zijn nog steeds actief op de markt en we hebben nog steeds alleen voornamelijk Nederland. We hebben geen internationale exposure. Uh, maar we hebben toch een kleine honderd klanten in Nederland en uh, die zijn er erg blij mee. Dus uh, het is een hele mooie toevoeging binnen de onderneming, nog steeds, gelukkig. Hoe stond het label er eigenlijk voor op het moment dat hij overleed? We waren net begonnen, we waren nog niet een jaar bezig. De ambitie was, uh, was enorm groot en we hadden echt heel erg veel plannen met hem. En ook internationaal hadden we heel veel plannen. We hadden ook de eerste aanvragen vanuit Amerika, omdat hij natuurlijk met zijn culturen daar al een, een, een paar prachtige jurken afgeleverd had tijdens de... de de, de awards, uitreikingen, dus uh, ja, de ambitie was groot, uh, we waren net begonnen, we hadden nog niet, niet, nog niet zo heel veel klanten, maar ja, uh, ja, dus het was ook best wel een, een domper natuurlijk toen, uh, toen, uh, toen dat uh, ons overkwam, niet alleen het zakelijke, maar uh, niet alleen de ambitie, maar ook het persoonlijke natuurlijk, ja. Ja, wat, uh, hoe groot was die impact ook voor jou, want het had een vergelijkbare leeftijd? ja, maar we scheelden niet zoveel, we waren eigenlijk even oud. Uh, ja, je gaat wel denken, je gaat ook wel, uh, ja, je staat in één keer met twee benen weer op de grond, dat allemaal het leven toch zo betrekkelijk kan zijn. En uh, we hadden zoveel ambitie en ook zoveel leuke dingen in het vooruitzicht. En, uh, en ook de laatste show die we toen gegeven hadden tijdens de Amsterdam Fashion Week, die werd ook zo goed ontvangen door, door, door klanten en ook door de pers. Ja, en dan sta je showrooms ingericht, ateliers ingericht, per, personeel, een heel team. Ja, dan sta je er alleen voor. En uh, dat is wel eventjes. Ik heb er ook echt wel voorgestaan van. Ja, moeten, we, moeten we überhaupt wel doorgaan? Want je mist natuurlijk je, ja, je partner en je boegbeeld. Ja, wat, wat voedde die twijfel dan precies nog zakelijk? Nou, ook wel van. Uh, omdat hij natuurlijk het, 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 het boegbeeld was. En ook hij was degene die de, ont, die de ontwerpen maakte. En dan moet je afvragen, ja, kan je afvragen: kan je dat doorzetten? Nou, we hebben er toen voor gekozen om het met het team wel te doen. Niet in culturen, want cultuur was echt persoonlijk vanuit zijn, vanuit zijn hand. Dat kunnen we ook nooit evenaren, dat kunnen we ook niet doorzetten. Maar wel vanuit een stuk DNA. En dat heeft het team, uh, ik denk ik, goed gedaan. En nogmaals, uh, qua, qua uh, omzetten zijn we aan het, uh, nog steeds aan het stijgen. Dus dat is wel een mooi gegeven. Dus ik denk dat die best gewoon een stukje trots op ons, op ons zal zijn als hij van boven kijkt. Jullie hebben getwijfeld om er echt mee door te gaan. Wat gaf nou de doorslag om dat wel te doen? Um, dat was ook een beetje een, een verplichting naar hem toe, had ik dat idee. Hij kwam natuurlijk uit een verschrikkelijke tijd met zijn, uh, met zijn vorige partner. Um, de, 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 hij zat weer in de lift, er werd weer heel positief over hem gesproken en hij had echt weer mogelijkheden. En, en nou, dan komt dat opeens, zijn droom, hè? want hij had echt een droom, die heeft hij niet kunnen verwezenlijken. We hebben getracht om in ieder geval ook een stuk uh, naar hem toe om dat door te zetten. En, uh, dat is denk ik een belangrijke reden. Maar ook voor de mensen die er altijd mee gewerkt hebben. Ik bedoel, want ja, nogmaals, het was een, een team die erachter stond. Weet jullie eigenlijk wat voor plannen hij zelf had met zijn label? Ja, hij wilde natuurlijk gewoon uh, de jurk maken voor de, voor de Oscar-winnaars. En uh, dat was zijn grootste droom. Die rode loper, Hollywood. Uh, nou ja, dat zie ik niet meer gebeuren met, uh, met, met de collectie zoals nu is. Maar. Uh, dus die droom kunnen we niet verwezenlijken voor, voor hem. Maar uh, hij zei ook wel eens van. Uh, zijn, 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 zijn ideale vrouw, uh, die hij dan uh, zag lopen op straat. Die kunnen we nog steeds aankleden. Ja. Leg eens uit waarom hij zoveel succes had. Wat was echt zijn handschrift en, en waarom geloofde je in hem? Hij was niet Nederlands. Hij is natuurlijk uh, hij is een, een, een Arubaan. En. en... Ja, hij bracht een stuk, uh, een stuk vrouwelijkheid en kleur en, en dat stukje glamorous. Dat, dat, dat niet-Nederlandse van het Nederlandse van het moet ook op de fiets aan kunnen en uh, dat was hij natuurlijk helemaal niet. Dus dat was een omslag. En, uh, en daar, uh, dat, daar de mensen waren er gek op. Ja. Hoe moeilijk is het om dat voor te zetten? Omdat hij zo'n uitgesproken handtekening had. Ja, dat, natuurlijk is dat moeilijk. Uh, je kan het alleen maar volgen waar hij, waar hij voor stond, uh, en, 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 en dat brengen we ook in de collectie. Dus het kleurgebruik, dat zie je ook hierachter. Veel kleur, uh, felle kleuren, veel prints. Ja, dat brengen we. En dat is nog steeds niet Nederlands. En daar is ook niet een heel breed draagvlak voor, maar er is nog steeds een groep mensen die daar erg blij mee zijn. En dat zullen we ook door blijven zetten.